Het is alweer een paar weken geleden dat Tour de France door het land reed. In de Tour de France gaan grote geldbedragen om. De Tour is big business. De ASO, dat is de eigenaar van de Tour, geeft bovendien ook het blad L'Équipe uit. De reclamecaravan van de Tour de France levert dus veel geld en naamsbekendheid op. De Tour is commercie. De beelden van de Tour de France worden in 190 landen uitgezonden. Een grote supermarkt deelt 50.000 bolletjes truien uit aan passanten langs de route. Ik heb mijn klapstoel al om 12 uur langs het parcours gezet. Om 11:30 worden de wegen hier afgezet en ik kon nog maar net een parkeerplaats voor mijn auto vinden. Nou kun je de Tour de France beter op de tv bekijken, dat is waar. Maar men zegt, de sfeer die doet het hem. Maar in de Franse media vragen burgemeesters van steden zoals Rennes, Grenoble, Bordeaux zich af hoe vervuilend is de Tour de France? En neemt de organisatie de ASO voldoende maatregelen om de Tour milieuvriendelijker te maken? Een voorbeeld. Elk team heeft immens grote touringcars. Het mag de renner in de Tour aan niets ontbreken. Maar die motoren van de super deluxe bussen draaien nagenoeg onafgebroken. De airco draait en er moet voldoende water zijn tijdens het douchen. En, zo vragen de verontruste groene burgemeesters zich in Frankrijk af, waarom geen zonnepanelen op de daken van de touringcar? En wat dacht je van de geldverslindende VIP-helikopters? Een VIP laat zich voor een slordige €3.000 per helikopter verplaatsen naar de finish en wordt op die dag getrakteerd op de eretribune op een glas champagne. De la caravane, j'aurais pu vous citer. Plus sacrifié, on distribue
Nadat de reclamekaravan is gepasseerd, is het wachten en wachten. Maar als het geluid van de televisiehelikopter hoorbaar wordt, komt er beweging.
En als om 5:00 in de namiddag het uitgedunde peloton in slechts 12 seconden voorbij reed, tel ik 59 volgauto's en 76 motoren, veelal van de gendarme. De ASO zal in oktober van dit jaar een nieuwe route en milieuvriendelijke tour voor 2022 kenbaar maken. Minder auto's, minder motoren. We gaan het zien. Had ik het over om in 12 seconden de tour aan me voorbij zien komen trekken? Ja, echt wel. Het is een opperbeste sfeer langs de kant van de weg. Ik had het niet willen missen. Diezelfde avond heb ik de Tour de France nog eens op de televisie bekeken. Op 12 seconden na, wat ik gemist heb.